Zeg het. Wagen terug gaan, ja. Hallo kijkers, ik weet dat jullie er al zijn. Maar ik ben even iets aan het zoeken waar ik dus niet bij heb. Dus dat ga ik even uit de wagen halen. Hallo en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Timmy de Remus. Jawel. Voilà, hier ben ik dan. Ik heb gezien dat de vlog van die gisteren is online gekomen is, toch goed gelukt is. Daar ben ik blij om. Nu even terug de donker in. Nee, dus. Wat hebben we dus vandaag allemaal gedaan? Dat is Rummikub eten. Rummikub gespeeld. Dat was leuk. Dat was zeer leuk. En ik ga je één ding zeggen. Ik ben nu buiten. Dat weten jullie. Ja, dat zien jullie misschien iets heel moeilijk. Ik sta hier aan mijn wagen. Ik zit te waaien. Ja, mijn boeleken is terug toe. Even terug naar binnen gaan. Voilà. Dus ja, we hebben dus alleen maar Rummikub gespeeld. Ik heb wat maagpijn. Nog altijd wat... Hoeveel naar de wc moeten gaan. Ik heb ook een livestreamje gedaan vandaag, deze morgen. Het was leuk. Het was heel leuk. Counter-Strike 2 gespeeld, 1 wedstrijd. Gewonnen. En dan heb ik een rare comment gekregen op mijn Steam. Op mijn Steam de comment van hoe was het weer? Nee, uw zoon is een slet. Zoiets was het. Slet. Dus ja, wat heb ik gedaan? Dat was iets in het Russisch getypt op mijn Steam community profiel. En ja. Verstond die taal niet. Dus hup, dat gekopieerd. Dan in Google, dus ja, Google eerst geklikt vertaler. Dan gaat je dus naar de vertalerpagina van Google. Dan taal herkennen. En dan leek dat dus Russisch te zijn. En is van een slet. Dus dat ik in een slet ben. Wauw. Nee, was het niet. Ja, ik ga het niet zeggen in een vlog. Oké, maar het was op zo'n aard iets. Dus, wauw. Daar raak je mij echt heel hard bij. Nee, niet dus. Maar, ja, dus als er ook niks gebeurt van iets leuks of zo. Want morgen, wat er op het programma staat, is, zeg het. De afwas misschien. Misschien zeg ik. En voor de rest... niks. Ik ben ook moe. Ja. En het rare ervan al is... ik ben nu al moe. Maar ik was ook al vrij vroeg wakker. Rond een uur of 7:30 morgens. En het is nu nog maar 7:40. En dan zijn ook weer opnieuw wat series wat online komen. Zo gelijk de ganse serie voor de komende week van Familie. Die staat ook al online, heb ik gezien. Daarna, wat ik dan ook heel graag, dus ook nog misschien morgen ofwel in de loop van volgende week ook ga zien... ofwel samen met mijn allerliefste schatje van de wereld. De harde knal in verhalen nazi ziekenhuis. De drop hashtag 4 van Stuk TV. Wat je dan ook nog wil zien, dat is Ghost Hunting in Spook Zolder. De spooktocht van Govert Sweep. Govert Sweep, je zit ook goed bezig. Ola, Mr. Beast heeft dus ook blijkbaar iets nieuws geüpload, want die upload maar om de zoveel tijd eens. $1 versus
10.000 dollar commercial. Oké, okay. Heel leuk, heel leuk, heel leuk. Eens even kijken. Dan hebben we ook nog Acid 2. Met de grootste pizza's ter wereld eten. Dat wil ik ook wel eens zien hoor. En dan opnieuw ook nog Enzo Knol. Die wil ik ook dan nog wel zien. We gaan de woonkamer veranderen. Hashtag 3860ste vlog. Goed bezig Enzo Knol. Ik kom achter jou na. Maar dan moet je wel meer dan een jaar wel eens stoppen met vloggen. Of anders kan ik je nooit inhalen hoor Enzo Knol. Echt niet. Dat is niet leuk. Ik wil je inhalen. Dan, oh my god, ja, daar heb ik dus ook al naar gekeken, naar de eerste part. De tweede part staat dus ook online van Freddy's geeft het op in FNAF Security Breach Part 2. Oké, die wil ik ook dan nog wel zien. En dan zijn we rond. En dan ook nog zo wil ik de avondshow met Arjan Lubach. Daar zie ik ook nog wel graag. En dat KP actief zie ik ook dan nog graag. Gio. Ja, iets minder graag, maar die kijk ik ook wel regelmatig. Milan Knol, Glenn Neuft. En ja, die Ronald en Calvin. Calvin moet ik ook nog redelijk wel, denk ik, veel gaan bijbenen. Dus even kijken hoeveel video's dat ik moet gaan bijbenen. Blijkbaar nog niet zoveel. 1, 2, 3, 4 video's. 4 video's dat ik moet gaan bijbenen. Maar die Calvin, die uploadt ook wel niet meer zo regelmatig. Dat vind ik dan ook wel raar. De laatste video die is geüpload van Calvin is al 2 weken geleden. En dan heb je 2 maanden, 3 maanden, 4 maanden, 7 maanden. Dus precies dat hij maar 1 vlog per maand nog een video upload op YouTube 1 keer per maand. En dat is wel eigenlijk wel heel weinig. Kom aan Calvin, je kunt het beter. Ik ken u. Kom aan Calvin. Ik heb u al in betere tijden gekend. En wat ik dan ook wel heel jammer vind is Ties. Daar staat geen blauw puntje achter. Dus Ties Games, dat is al, even kijken, al 1 maand geleden geüpload. Dat is ook al redelijk lang geleden. Dan ben ik ook nog aan het kijken nog naar de andere Ties. Want die heeft ook nog een andere channel. Maar die bestaat, die bestaat ook nog, Ties. En daar is de laatste video 2 weken geleden. En dan 2 maanden geleden. Dus de YouTubers ook van Nederland, die zijn het zo aan het afgeven. Pwah, niet erg voor mij en Enzo Knol, hè. Ik en Enzo Knol blijven gewoon de video's maken voor op YouTube. Voilà, Sam. Nee, dus kijk maar hier, mensen. We hebben dus Rummikub gespeeld. Ja, ik heb ook gerookt, sorry. Dus, ik ga dat er even weghalen. Joink. Hup, staat er hier. Dus ja, we hebben dus Rummikub gespeeld. Voor de tweede keer dat ik dat ga zeggen. Maar mijn maatje heeft wel heel vaak gewonnen. En dan zien jullie ook nu de echte cola van niet van Everyday. Daar heb ik dus ook nog zo'n hele grote vraagteken naar. Gaan die terug op de markt komen, de Everyday Coca-Cola? Want het blijkt over gans Limburg, ik weet ook niet hoe het zit met de andere provincies, maar over gans Limburg is er nergens niet meer Everyday Cola te vinden. Want, ik ga u eerlijk toegeven, als ik zo 2 bussen koop, heb ik eigenlijk een pak van 6 bussen Everyday met de evenveel inhoud. Voilà, ik ga het zo benoemen. Dus de juiste exacte inhoud is juist hetzelfde, maar de Everyday Cola is nergens meer te vinden. Dus waarom dat ik weer al duurder in mijn budget moet gaan? Want ik heb 3 colas gekocht. Dat was al even gauw richting de 9 euro's. Dat is dus duur. Waarover dat ik dan tegen, ik geloof iets van, 3 euro betaalde aan de Everyday Cola voor 6 flessen.
€3 tegenover €9 drie flessen. Dan weet je wel direct wat je gaat kopen, hè mensen? Voilà. Ik hoop, sorry dat het weer al zo een klote praatvlog is geworden. Sommigen zeggen dat ook wel, dat praatvlogs niet zo leuk zijn. Ja, sorry daarvoor. Ik heb hier nog een bus met water. Die ga ik zelfs ook nog wegkappen. Ik ben aan het denken. Ga ik er ook zo geen bus in de diepvries? Ik wil dat eens testen voor de zomer. Ik ga dat eens testen. Huh? Wat ga je testen? Als zo'n 5 liter bus in de diepvries gaat. Dan wil ik dat nog zien open te krijgen, hè mensen. Ik ga dus eerst het water volledig eruit halen. Doe er altijd een draaikolkje in. Waarom? Waarom zeg je dat? Voor een draaikolk daarin te doen, dan gaan de bussen ook sneller leeg. Als je die gewoon zo ondersteboven houdt en dan zo laat leeglopen, zeg je 2 keer zo lang aan het doen als je daar een draaikolk in laat lopen. Of wat je ook als truc hebt voor het sneller te laten leeglopen is, steek er een spiertje in. Waarom? Dan haalt hij via die spiertje de lucht van in die bus. Ik ben die nu 5 liter aan het vullen. Ik denk dat ik nu aan 2 liter zit. 3 liter. 4 liter ongeveer. En nu gaan we richting de 5 liter toe. Voilà, 5 liter vol. Dan de top heel goed toedraaien. Waarom? Als dat begint te lekken, hè. Dan zitten we met miserie. Voilà, eens even kijken, hè. Mijn grootste pakje gebruiken. Ik denk het wel, mensen. Want zit, ik ben daar hier nu leeg aan het maken. Hup, zet er hier. En zal alles naar hier plaatsen. Koketjes. Nog koketjes. Jawel. En not by least, nog koketjes. Ja, deze mogen eigenlijk er wel uit blijven, want het is nog geen winter. Deze. Is eigenlijk voor mijn cooler. Maar waarom dat ik nu dit ga testen, dus met die bus. Die ga ik eens hier... Eens kijken als die hier ingaat. Misschien een schuins. Er is toch niks uit aan het lopen? Nee. Er loopt niks uit, dus dat betekent het kan. Kan ik deze buisblokken daar ook nog langs zetten? Dan is dat echt ideaal. Die moet er ook nog ergens zien tussen te geraken. Kan ik die misschien? Wacht, hè. Deze zo, die zo, en dan nog deze er gewoon langs. Voilà, sa. Nu ga ik die even kijken en die vlees leggen. En dan kijken wat er met de 5 liter fles is gebeurd morgen vroeg. Normaal gezien helemaal bevroren. Ik hoop het. En dan kan ik dat eens testen bij mijn cooler al. Als ik daar al resultaat van voel. Als het kouder is, die wind, dan normaal. Normaal gezien wel. Maar nu ga ik ook de vlog afsluiten. Jawel, ik heb toch weer al toch wel een mooi kwartiertje nog voor jullie kunnen volleuteren. Dus dat jullie toch wat plezier hebben naar mij. Het gaat al ietsjes beter. Ietsjes. Maar de problemen... daar is... Wacht, hè. 1 probleem is al sowieso al van de baan. Ik heb mijn bulletje terug.
Maar de rest van de problemen zijn nog niet te goed opgelost. Maar dat gaat ook nog wel in de toekomst ook nog wel opgelost geraken. Daarom dat ik er ook woensdag er volledig eronder door was. Ik ben er nu ook nog altijd niet goed van. Wat er allemaal aan het gebeuren is. Vroeger ging het allemaal wat gemakkelijker. Nu wat moeilijker. Ja. Dus. Dus even kijken ook als de thermometer hier al staat. Ja, die staat op 11,5 graden. En het is hier nog altijd 22 graden en... 22 graden. Voilà. Mensen, vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En ik zeg nu altijd op het einde... Yo, 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 yo.